Hallo beste kampioenenfans, mijn naam is Lander Kobbaert, woordvoerder van de PDG van de VRT-TV-industrie. Er is mij gevraagd om een kleine toelichting te geven over de beslissing om te stoppen met FC de Kampioenen. Want daar bestonden nogal wat misverstanden over. Mannetjes, nee, stop eens, ik kan deze niet, dat gaat niet. Lander, kun jij eens een ludiek filmpje maken om te benadrukken dat de kampioenen op hun hoogtepunt gestopt zijn? Wel, weet je wat je doet? Geef mij een teletijdmachine. Hè? Dan ga ik terug naar 1998, dan waren ze op hun hoogtepunt. Zie maar je naar staan. Dat is wel het originele kostuum van de Pol, met rotiers. Allee, Pico 2, hè. Er zat zelfs nog een briefje in van zijn vrouw. Lieve Ben, je kan het. Je kan het echt. En wat de mensen ook zeggen, de enige Pico van de Naldi is die ene Pico zelf. Er is een vergadering geweest met alle kampioenen waarop unaniem beslist is om een einde te maken aan dit succesverhaal. Unaniem was dat niet, ik was erbij op die vergadering. Beekje, aan Zwartebroeks, op de toppen van haar tenen, nog altijd na de slechte recensies van die kerstspecial. Hè. Die begint de vergadering. Lieve kampioenen, ik moet jullie iets meedelen, maar je gaat er niet mee kunnen lachen. Waarop Loes, Carminnetje, wat is het? Ga het scenario van een kerstspecial nog eens voorlezen misschien? De eerste keer in 30 jaar kampioenen dat ik me een lach moest inhouden. Dus ja, Beekje, aan op die vergadering, direct in tranen, waarop Danny, Pascalletje, zegt, dat zijn valse tranen. Ik zeg, oh, deze kan niet. Dan heb ik ingegrepen. Ik heb er ook gezegd. Ik zeg, Danny, dat zijn geen valse tranen. Ik heb al heel veel kampioenen gekeken en ik denk niet dat Beekje zo goed kan acteren. Veel drama wel, ze, voor een comedy-serie. Dingen ook, hè, Boma. Als die zijn gedacht niet krijgt, dan wil er ook niet bij zijn, hè. Verstand dat wel, die mens wordt ook wat ouder, hè. Wat gaat hij doen in de volgende seizoen in de Pussycat? Zijn kleindochter bezoeken? Ja, en ze zijn allemaal al wat ouder. Het was de bedoeling dat het publiek in zijn broek zou doen met de kerstspecial. Niet de acteur zelf, hè. Je kan natuurlijk blijven genieten van de plezantste ploeg van het land. We blijven de afleveringen uitzenden en de VRT biedt ook nog altijd alle DVD-boxen aan. Speciaal voor jullie, de fans. Voor de speciale fans, ja. Dat zijn de enige kwieten die nog een DVD-box kopen. Die kopen ze zelf 2 keer, want die willen de herhalingen ook zien. Dus kijkers, de kampioenen stoppen op een hoogtepunt, zonder interne ruzies. En als je mij niet gelooft, vraag het dan maar aan een echte kampioen. Zal het gaan, ja? Meegedacht. Pascalke, een daarschotel. Wie is dat? Dat is Johnny, figurant van de kampioenen. O, en er was er geen ene van dichter die wou komen, of wat? Dat is een eigen. Allee, ja. Allee, Johnny, merci, Hupré. Merci. Ja, goed. Zeg, ken ik u van ergens? Ja, ik ben de woordvoerder. Ah ja, dat ken ik. Maar ik vind dat je nogal veel flauwe moppen hebt. En ook dat veel in herhaling valt. Nou ja, niet dat goed is, moet niet veranderen. Hè. Ja. Hebben ze bij de kampioenen nooit geleerd dat een figurant vooral moet zwijgen, Johnny? Allee. Oei, oei, ik ben al weg. Allee, ballen, maak er nog iets goed van, hè. Ciao. Ja. Succes met je pensioen, Johnny. Dank je.